Niet de gebeurtenis, maar de herbeleving van een overweldigende gebeurtenis. Dat is waar mensen last van hebben bij een posttraumatische stressstoornis. En in het boek van Bessel van der Kolk, een hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Boston, legt hij ook uit hoe het trauma vast gaat zitten in het lichaam. Het boek heet ook The Body Keeps the Score. En hij legt uit dat de essentie van trauma is dissociatie. We hebben een overweldigende gebeurtenis en om door te kunnen gaan met ons leven splitst er een deel zich af. Je zou kunnen zeggen het traumadeel. En dat traumadeel, daarin zitten weer allerlei fladen van herinneringen die gekoppeld zijn aan die traumatische gebeurtenis. Kunnen dus gedachten zijn, geluiden, geuren, beelden, fysieke gewaarwordingen in het lichaam, die ons iedere keer opnieuw terugbrengen naar de herbeleving van dat trauma, van die overweldigende gebeurtenis. En je kunt je dus voorstellen dat als je dat trauma iedere keer opnieuw herbeleeft, dat dat vastgegrift gaat zitten in je lichaam. En voor je lichaam voelt het steeds meer alsof je nog steeds in dat trauma vastzit. Kijk, de echte gebeurtenis heeft natuurlijk een begin en een eind gehad. Alleen de herbeleving van dat trauma, continu opnieuw, geeft het gevoel voor je lichaam alsof je continu in gevaar bent en dat het niet meer ophoudt. En Peter Levine is iemand die ook op het niveau van het lichaam werkt met trauma. En hij legt uit dat trauma, kun je op de volgende manier uitleggen hoe dat vast gaat zitten in het lichaam. Kijk, we hebben een expliciet geheugen en een impliciet geheugen. Het expliciete geheugen, waarin we gebeurtenissen uit ons leven, uit het episodische geheugen, weer naar ons bewustzijn kunnen brengen. En het is ook het geheugen waar we delen die we kennen van de wereld terug kunnen halen in ons bewustzijn. Dus het expliciete geheugen of het declaratieve geheugen is dat deel van ons geheugen waar we heel bewust invloed op hebben. Het impliciete geheugen is dat deel van ons geheugen dat automatisch in een automatisme ons in een staat van zijn brengt. En om je daar een idee van te geven, dat impliciete geheugen of het procedurele geheugen, kun je ook vergelijken met hoe je hebt leren fietsen. Op het moment dat je je balans voelde en je had je balans gevonden, je evenwicht gevonden op de fiets, heb je dat opgeslagen in je lichaam. En je lichaam weet precies hoe je je balans weer kunt vinden als je op een fiets stapt. Dat noemen we het impliciete geheugen. En datzelfde impliciete geheugen, dat is ook het deel van ons lichaam dat ons kan blijven herinneren aan die traumatische gebeurtenis. En het voelt dan dus ook op een bepaalde wijze, het voelt alsof we nog steeds in gevaar zijn. Dus in het lichaam is opgeslagen impliciet dat we nog steeds in gevaar zijn. En zoals Bessel van der Kolk het uitlegt, er zijn dus bepaalde fladen van herinneringen en die triggeren iedere keer dat gevoel in ons lichaam alsof we in gevaar zijn. En we hebben dus last van een posttraumatische stressstoornis. Dus ons verdedigingsmechanisme, ons stresssysteem is verstoord geraakt. En we kunnen dan op de volgende manier dat ervaren. En dat kun je zien in deze tekening. Die gaat over de window of tolerance. Binnen de window of tolerance ben je in staat om heftige gevoelens, om daarbij te kunnen blijven met je verstand. Dus je kunt denken en voelen tegelijk. En dan ben je binnen die bandbreedte. En het is belangrijk om dat te kunnen doen, want onze prefrontale cortex, ons denkbrein, is juist dat deel van ons dat die heftige gevoelens kan remmen. Net zoals je een kind weer gerust kunt stellen die zich misschien angstig voelt en dat je kunt zeggen, kom maar even hier. Zo kan dus onze prefrontale cortex, dat emotionele brein van ons, dat zich op een bepaalde manier iets herinnert en dat je dan dat angstige gevoel gaat voelen. De prefrontale cortex, het denkbrein, kan die remmen. Alleen bij trauma is dat denkbrein offline gegaan, want je zit in een overlevingsmechanisme.
Dus dat impliciete geheugen dat in je lichaam is opgeslagen, geeft je iedere keer een, ofwel een hyper-arousal niveau, een hyper-arousal gevoel, dat je continu in gevaar bent, of een hypo-arousal gevoel en dan ben je in een bevriestoestand. Met andere woorden, een traumatische ervaring die opgeslagen is in jouw impliciete geheugen en dat dat dus in je lichaam vastzit, dat kun je alleen maar helpen door eerst met je lichaam te werken. Door naar dat gevoel te gaan dat je voelt bij dat trauma. En Peter Levine is een deskundige op dat gebied die in staat is om mensen te helpen om eerst op het lichaamsniveau verbinding te maken met dat deel in je lichaam waar je dat trauma voelt, waar die spanning vast is gaan zitten, waar die hyperarousal voelbaar wordt. Of juist dat bevriesdeel. En dat je het gevoel kunt uiten door het via je lichaam los te laten. Het is dus niet een verwerking door een verhaal te vertellen. Het is meer op het lichaamsniveau. En op het moment dat je dat afgesplitste deel, dat gedissocieerde traumadeel, kunt helpen om een deel van de spanning los te laten, die is ontstaan, hè? Dus eigenlijk de reactie op het gevaar die vastzit in het lichaam, als je die reactie op het gevaar langzaam los kunt laten, dan ben je in staat om ook bij je emoties te komen en via je emoties het naar buiten te brengen, hè? Want emotie staat voor emoveren, naar buiten brengen. Dus dan kun je ook het gevoel naar buiten brengen op emotioneel niveau en pas dan ben je in staat om er ook betekenis aan te kunnen geven. Met andere woorden, als je op dit niveau werkt met trauma, dan begin je dus niet met het verhaal te vertellen, dat iemand het verhaal vertelt van het trauma, want vaak is er niet eens een echt verhaal te vertellen, omdat het zit vast in voelen. En als je het verhaal zou gaan vertellen, dan zou je eerder het trauma gaan versterken. Wat je juist nodig hebt, is dat je verbinding legt met het deel van jou dat vastzit in het impliciete geheugen, dat continu dat gevoel van gevaar activeert, of dat bevriesgevoel activeert. En dat je dat deel helpt om die energie, die opgeslagen energie, die opgeslagen reactie op het gevaar, om die langzaam los te laten, zodat er dan emoties vrij kunnen komen. En als dat allemaal losgelaten is, dan ben je in staat om er met iemand rustig over te praten en te reflecteren op de gebeurtenis. En het vraagt dus een hele andere manier van werken. Je begint dus op het niveau van het lichaam en je bent bezig met het voelen. En voor sommige mensen is dat best een uitdaging. Dat vraagt dus een hele specifieke manier van therapie. Niet erover praten, maar op een dieper niveau gaan en verbinding leggen op voelen. En daarmee eindigt deze aflevering van Tijd met Felix. Laat me weten wat je ervan vindt. Je kunt je abonneren op dit kanaal en ik zie je graag bij een nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Dag!